Goedendag, het is maandag, dus is er Sportclub Rijnmond op tv met straks een waterpolo-avontuur in Boedapest. Een hockey international die de Rotterdamse jeugd enthousiast maakt. En we gaan nog een keer terug naar de Nederlandse enclave bij Fenerbahçe. Maar eerst een terugblik op de wedstrijd Willem II Feyenoord. Dat doen we aan de hand van Jan-Arie van der Heijden. Want dat zijn naam al weken in de basisopstelling van de Rotterdammer staat, ja, blijft even bijzonder als onverwacht. De verdediger leek na vorig seizoen het stempel miskopen te krijgen, maar hij heeft zich knap in het elftal geknokt. Van der Heijden keerde gisteren terug bij de club waar hij tussen 2009 en 2011 twee seizoenen speelde. Nu is hij basisspeler van Feyenoord. Volgens zijn trainer heeft de verdediger grote stappen gemaakt in de afgelopen maanden. Nou, ik denk dat hij altijd hard is blijven werken en in zichzelf is blijven investeren. Ik denk dat hij het voorbeeld is van spelers die de laatste maanden niet veel speelminuten hebben gehad. Maar het moment dat het nodig is, dat ze er staan. En ik denk dat Jan-Arie dat heeft bewezen, hoe hij het heeft ingevuld en nog steeds invult. Dat hij doet het gewoon heel goed op dit moment. En daar ben ik heel blij om voor hem. En ook blij dat hij voor het team belangrijk is. In de voorbereiding leek Van der Heijden niet op veel speeltijd te kunnen rekenen. Maar na deze invalbeurt tegen Excelsior veranderde dat. Van der Heijden strooit met mooie passes, heeft een prachtige assist op Dirk Kuyt. En belangrijker nog, hij blijft verdedigend op de been. Ja, zelfs tegen Manchester United houdt hij zich staande. Hè? En daar waren vooraf toch wel grote twijfels over of hij ook op dat niveau mee kon. Ja, hij doet het verdedigend gewoon heel erg goed. Zeker als je het afzet tegen een seizoen geleden, waarin hij in dat opzicht vaak steken liet vallen, net te veel ruimte gaf. Ja, daarin heeft hij wel echt stappen gemaakt. Hij maakt ogenschijnlijk minder fouten dan de afgelopen jaren. Dat hij kan voetballen, dat is wel bekend. Maar verdedigend opzicht is het ook wel redelijk stabiel allemaal. En dat leidt misschien tot verbazing. We moeten er wel bij zeggen, hij is nog niet echt onder druk gezet, met de uitzondering van die wedstrijd tegen PSV. Maar als je hem op een langere periode wil beoordelen, moet je hem ook in de grote wedstrijden goed beoordelen. Maar vooralsnog gaat het prima, maakt nauwelijks fouten. Vorig seizoen leek Van der Heijden ten onder te gaan bij zijn nieuwe club Feyenoord. Als hij al in actie kwam, was het geen doorslaand succes. Zoals in Groningen, toen hij er met rood af moest. Zijn de tekortkomingen van der Heijden nu verdwenen? Ik zou vorige week al een moment herinneren, die wedstrijd tegen Rode JC die ik deed in de slotfase van die wedstrijd. Die was natuurlijk al lang gespeeld, sinds 4-0 geloof ik of zo. Dan is er altijd een moment van concentratieverlies. Ik denk dat het in dit geval ingegeven werd door de stand en omdat het ongelooflijk makkelijk ging tegen een onthutsend zwak Rode JC. Maar als je dat overkomt in wedstrijden over 3 weken tegen Ajax of nog een keer tegen PSV, ja, dan kan het natuurlijk fataal zijn. En dan draait die discussie ook dat is Nederland, heel snel weer de andere kant op. Hij is beter dan in zijn eerste seizoen. Misschien zijn dat toch een beetje de aanpassingsproblemen die je hebt als je van een iets kleinere club naar Feyenoord komt. Hij speelt nu wel beter, maar je ziet nog steeds wel af en toe wat momentjes van scherpteverlies, een paar foutjes. Hij is natuurlijk ook niet een echte verdediger, hij is een gemaakte verdediger. Misschien moest Van der Heijden zijn draai nog vinden bij Feyenoord. Bij Willem II en Vitesse, waarmee hij nog scoorde tegen Feyenoord enkele seizoenen geleden, was hij een vaste waarde. Had hij de logische aanpassingstijd nodig en is hij te vroeg afgeschreven? Ja, misschien doen we dat in Nederland eigenlijk sowieso wel. Hè? Toch te snel, voorbarig, te harde conclusies trekken over spelers die misschien gewoon een logische aanpassingsperiode nodig hebben. En zo zijn er meer spelers bij Feyenoord. Denk aan een Venovic, maar Van der Heijden is er ook een voorbeeld van. Misschien hebben die gewoon even die tijd nodig om die stap te maken van een club als Vitesse naar een topclub als Feyenoord. Iedere speler, zeker als ze begin 20 zijn, wel een bepaalde periode gunnen, denk ik. En dat wordt niet iedereen gegeven. Ja, bij topclubs ben je altijd heel snel, hè, bij aankopen. Die worden sowieso al anders bekeken dan mensen uit de eigen jeugd. En Van der Heijden heeft een paar wedstrijden gespeeld vorig seizoen waarin het niet heel erg goed ging. Toen kwam hij op de bank en toen zeiden al heel veel mensen, die schreven hem af. Dat is misschien wel wat te snel, want je ziet nu hij een kans krijgt dit seizoen, dat hij het echt wel goed heeft gedaan. Natuurlijk zijn er momenten, maar die heeft elke speler. Dus misschien zijn we daar inderdaad iets te snel in geweest met ons oordeel over hem. Sven van Beek klopt na het herstel van zijn voetblessure intussen op de deur. En dus is de vraag of Van der Heijden, ook na de rentree van Beek, zijn plekje in het centrum van de verdediging behoudt. Gaan we nog even terug naar vorige week toen Feyenoord met 1-0 verloor van Fenerbahçe. Want in Istanbul kwamen de Rotterdammers veel bekende gezichten tegen. Je kan zelfs wel spreken van een Nederlandse enclave. En als je Dick Advocaat, Jermaine Lens en Gregory van der Wiel niet meerekent, is er zelfs sprake van een Rotterdamse enclave. Met Cor Pot, Mario Been en natuurlijk Robin van Persie.
Istanbul is een wereldstad. Een metropool met ruim 15 miljoen inwoners. Een stad waar voetbal een belangrijk onderdeel van het leven vormt, met meerdere clubs. Prachtig om mee te maken dus voor de vele Rijnmonders die werken bij Fenerbahçe. Mijn leven staat weer op zijn kop, want ik ben nu iedere dag aan het werken. En ik heb natuurlijk 3 jaar lang naar jongeren eigenlijk niet zoveel meer gedaan. Ja, het is hectisch. Als je het verkeer ziet, dan denk ik dat je alles gezegd hebt hier. En meer dan 20 miljoen mensen die hier wonen. We hebben heel veel lol met elkaar en we zijn heel serieus. Maar we delen alles met elkaar, dus het gaat fantastisch. Grote club, Fenerbahçe. 5 clubs die in de Eredivisie spelen hier komen uit Istanbul. Het zegt iets over de stad. Maar het is geweldig werken. Mooi trainingscomplex. En je hebt het stadion gezien. Het zit voor een derde vol. En wat voor lawaai die mensen maken, dat is ongelooflijk. De beelden van de mislukte coup gingen een paar maanden geleden de wereld over. Enkele weken daarna besloot advocaat om naar Istanbul te gaan met veel Nederlanders in zijn kielzog. Twijfel hebben ze geen moment gehad. Nee, daar heb ik niet mee. Heeft niet in mijn hoofd gezeten. Natuurlijk heb ik het gevolg, maar het is hier gewoon goed vertoeven. Goed weer. En werken bij een fantastische club. Nou, we hebben gewoon in allerlei vormen. Dan neemt Mario mij op de hak, dan neem ik hem op de hak, dan nemen we Dick op de hak. Maar altijd in de positieve sfeer. En we hebben het gewoon heel goed bij elkaar. Nou ja, dan, je weet hoe het bij Feyenoord werkt. Het is ook zo'n grote club. En dit is een nog veel grotere club. Met nog veel meer aanhangers in de hele wereld. Maar het is echt geweldig om dit een keer mee te maken. Geeft dat aan ook dat het normale leven, zo goed en kwaad als dat kan, dat gewoon doorgaat ook hier? Overal gaat het leven toch gewoon door, dus ook hier. Mooie Rotterdamse nuchterheid. Het voetballeven gaat door, ook in Istanbul, waar Robin van Persie nog niet de stadsheld is geworden die Pierre van Hooijdonk en Dirk Kuyt er in het verleden wel werden. Maar de aanvaller houdt nog altijd hoop. Kijk, het is heel simpel. Ik moet gewoon hier zo moet ik gewoon minuten gaan maken. Stap voor stap gaat het ook wel gebeuren, denk ik. Ik heb er alle vertrouwen in. En ja, waar het allemaal gaat eindigen, weet ik niet. Ik doe mijn uiterste best, elke dag weer. En ja, wat daaruit gaat komen, zullen we zien. Nou, hij wordt steeds fit. Hij is natuurlijk pech gehad dat hij iedere keer geblesseerd raakt. Maar hij wordt steeds fitter, dus dat gaat de goede kant op. Nou, ik train sinds vorige week vrijdag weer mee met de groep. Het gaat hartstikke goed. Ik voel me lekker, vrij. En het zijn ook leuke trainingen. Trainingen die ik ook gewend ben vanuit de Nederlandse school echt. Pasentrappen, positiespel, korte partijtjes. Dat heb ik wel een beetje gemist de afgelopen jaren. En dat is, nu komt dat dagelijks terug. En dat is gewoon genieten voor mij. Ja, en als je Robin van Persie dan toch weer een keer spreekt, ontkom je niet aan de hamvraag. Gaan we hem ooit nog bij Excelsior zien? Ja, wie weet. Wie weet. Ik weet het niet. We zullen het zien. Succes. Alright. Na de zege op Feyenoord lijkt de crisis te zijn bezworen bij Fenerbahçe. Al werd er dit weekend in de competitie opnieuw gemorst met een 1-1 gelijkspel bij Osmanlıspor. Bij een volksclub als Fenerbahçe zal het slechts een kwestie van tijd zijn voordat de onrust weer toeneemt, inclusief de druk op de positie van de staf van Fenerbahçe. Van voetbal naar hockey, want Kitty van Malen veroverde een maand geleden op de Olympische Spelen zilver met de Nederlandse hockeydames. Dat weten we allemaal nog. Of was het vooral toch goud verloren? Van Malen woont inmiddels 2 jaar in Rotterdam en studeert sociaal-pedagogische hulpverlening. Na Rio is ze aan de slag gegaan bij Rotterdam Sport Support, waarvoor ze vooral clinics gaat geven aan de Rotterdamse jeugd. Nou jongens, welkom. Weten jullie wie ik ben? Ja. Wie dan? Ja, en wat kom ik hier doen? Goed zo. En hebben jullie gekeken afgelopen zomer? Ja. Ja? Ik merk heel erg dat Rio heeft geleefd in Nederland en dat veel kinderen je gaan herkennen. En ook oudere mensen die als je over straat loopt, opeens denken, hey, die ken ik. Leg hem, doe hem dicht bij de hoepel. Dus pas wel op dat je niet voor je... Ja, ik kreeg na de finale ontzettend veel berichten en belletjes. En ook als ik thuis kwam, als ik ze weer voor het eerst zag, dan al die vragen. En hoe was het? En wat ging het goed? En wat hebben jullie goed gespeeld? En natuurlijk jammer van zilver. Maar iedereen zei wel gewoon gefeliciteerd en jullie hebben gewoon een superwedstrijd gespeeld. Als ik het zeg, dus nog even blijven zitten. Jullie kunnen hem hier neerleggen. Ja, het is deel werk en deel stage. Ik loop ook nog met pedagogen mee. Het is wel het ene uiterste naar het andere uiterste. Maar dat helpt me ook alleen maar om uit het zwarte gat te blijven na de Olympische Spelen. Het is wel gigantisch hard. Goed zo. Je leeft gewoon een jaar lang naar dat moment en dat is jouw doel. En dan is het wel even gek als dat wegvalt.
En dat je niet meer kan, of dat je ja, niet meer traint en niet meer voor Rio traint. Want daar leef je gewoon 4 jaar lang naartoe. Ja, je mist toch je teamgenoot, want je hebt een maand met die meiden samengewoond. En ja, je ziet ze 24/7. En daarvoor ook al heel vaak. Dus ja, die mis je gewoon. Het is gewoon gek om weer thuis te zijn. Ja, doe maar. En een lift. 3 punten. Dankjewel, Niva. Je mag naar het... Tokio 2020. Weet ik nog niet. Vraag maar over 2 jaar. De Olympische Spelen over 4 jaar beginnen al nu. En daar moet je nu eigenlijk alweer mee bezig zijn. Want je moet ervoor leven en je moet ervoor trainen. Dus dat is nog niet zo. Als ik gewoon doorga, dan ga ik ook nog volle bak door om te trainen. En ook met de gedachten voor het WK en Tokio. Maar of ik echt zelf in Tokio ga staan, dat weet ik niet. Wat het is? Heel goed. Dus dan leg je hem aan je linkerkant en dan ga je met je backhand eromheen lopen. Bij allebei. En in de touw is het gewoon normaal. Het zou leuk zijn als we allemaal op hockey gaan. Maar ik weet dat dat ook niet gaat gebeuren. Dus of ze nou op voetbal, hockey, atletiek. Ja, het maakt niet uit als ze maar gewoon lekker gaan bewegen. En nu hopen we door dit soort clinics ze enthousiast te krijgen. En daardoor naar een vereniging. Hoe vonden jullie het? Heel leuk. Ik vond het heel leuk. Hoe vond jij het? Heel leerzaam ook. Ik kon het niet altijd zo goed, maar nu ben ik er wel wat beter in geworden. Het was heel erg leuk. Ja, en Kitty is super aardig. En we hebben een handtekening. Yeah. Ik weet wel dat ze het in ieder geval super leuk vonden. Maar ja, je weet nooit of ze doorstromen. Maar ik hoop toch dat er wel 3, 4 mensen, kinderen zeggen van nou, ik ga nog even naar zo'n training. En dan heb je een open training. En dan hoop ik dat ze daarheen gaan en dat ze ook enthousiast blijven en dat ze dan naar een vereniging gaan. De waterpoloheren van ZPB HNL Productions speelden het afgelopen weekend voor de 2e keer in het bestaan in de Champions League. De eerste keer was na het enige landskampioenschap van de heren in 1999. De Barendrechters mochten nu afreizen naar het Hongaarse Budapest. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van Budapest. In dit hotel in Budapest verblijft de selectie van ZPB voor het avontuur in de eerste ronde van de Champions League. De Barendrechters spelen tegen OSC Budapest en Hannover. Grote clubs die normaal gesproken veel te sterk zijn voor ZPB. Die jongens die zijn allemaal profs en ja, als ik 's morgens mijn klant aan het bellen ben op kantoor, dan liggen die jongens liggen te trainen. Dus ja, wij trainen gewoon veel minder en dat denk ik dat je dat wel gaat zien in het spel dadelijk. Ja, ik denk dat je heel reëel bent dat de Hongaren sowieso een maatje te groot voor ons zijn. Dat zijn gewoon full profs. En de Duitsers hebben ook gewoon, denk ik, kwalitatief net gewoon een beter team. Ja, ik denk als wij een super goede dag hebben en eigenlijk een hele slechte, dat we misschien wel een kans zouden kunnen maken eventueel. We hebben verdiend om Champions League te spelen en ja, de club die wilde, ja, die zag dit wel als een beloning inderdaad. En die heeft er alles aan gedaan dat we hier mogen zijn. Ja, stunt is natuurlijk altijd mooi, maar ik denk vooral dat het voor ons gewoon belangrijk is om er gewoon veel ervaringen mee op te doen en veel ervan te leren. Een kilometer of 4 bij het hotel vandaan ligt het zwembad, een van de vele in de Hongaarse hoofdstad. En de eerste tegenstander van de ploeg van coach John van den Burg is het thuisspelende OSC. ZPB wordt gesteund door heel veel meegereisde supporters. En alhoewel ZPB hier 1-1 maakt via Tom van der Velde, is het toch vooral eenrichtingsverkeer richting het Barendrechtse doel. Bij rust is het al 9-3 voor de fullprofs van OSC, die 2 keer per dag trainen. Uiteindelijk eindigt het duel in 20-6 in het voordeel van de Hongaarse club. En dus is ZPB-coach John van den Burg vooral reëel na afloop. Dat we hier niet gewonnen hebben, dat vind ik niet meer dan logisch. Want ja, die mannen die zijn gewoon professional. En dat zag je dan alles aan uitgangshouding, schotkracht en wissels. Ze waren gewoon een stuk beter dan wij. Het zijn echt beren. Hè? Sommige jongens die zijn voor mij gewoon 2 meter breed in plaats van 2 meter lang. Dat is echt niet normaal. Ja, 2 meter breed en 2 meter hoog. Volgens mij is het allemaal 100 kilo plus. Plus een paar hele snelle jongens, goede linkshanders erbij. Ja, het is gewoon een ploeg die echt helemaal compleet is. Een dag later staat de tweede wedstrijd op het programma voor ZPB tegen het Duitse Hannover. Nou, die Duitsers, voor zover je van Duits kan spreken, er zitten er 2 in het hele team. Het is ook gewoon een internationale ploeg met topspelers, Olympiagangers, noem het allemaal maar op.
Nou, onze eigenschap om van niemand bang te zijn, die zal vandaag erg op de proef gesteld worden. En ten tweede, je weet ook dat dit de laatste Champions League wedstrijd is van dit weekend. Dus je gaat ook helemaal tot het gaatje. Maar ook tegen de dure Duitse profs komen de amateurs van ZPB er niet aan te pas. Binnen no time staat het, met ook de selectie van OSC op de tribune, 4-0 voor Hannover. En pas bij 6-0 doen de Barendrechters iets terug, via Michael de Kreek. En ondanks felle aanmoedigingen van de trouwe ZPB-aanhang op de verder lege tribunes, wint Hannover ruim met 19-5. Einde Champions League-avontuur. Maar niemand die ook had verwacht dat ZPB deze ronde zou overleven. Het was vooral een geweldige ervaring voor de spelers van de nummer 2 van de Nederlandse competitie van vorig seizoen, die op de slotdag nog genoten van waterpolostad Budapest. Verliezen en toch een leuke tijd hebben met elkaar. Gelukkig kan het in sommige sporten nog wel. Tot zover Sportclub Rijnmond voor vandaag. Volgende week maandag zijn we er weer. En aanstaande vrijdag is er natuurlijk FC Rijnmond op tv. Met als gast John de Wolf. Tot dan. Ik wens je nog een fijne dag.